Like deze video sneller dan 3 seconden, of anders kan ik jullie opeten. Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. Ik zou zeggen, ik heb een light challenge voor je. Like deze video sneller dan het licht. Anders komen de volgende spoken naar jullie huis. Dat wil je liever niet hebben. Of er komt Annabelle naar je toe. Of Talking Tom. En dan komen ze in elkaar slaan. En dat wil je echt niet hebben, mensen. En ik zie hier iemand staan. Oké, ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Oh, dat iemand vechten? Dacht aan die vriend. Zo, één uppercut in je lichaam. Holy shit. Ja, zo sterk ben ik wel. Maar goed, laten we in ieder geval lekker vluchten. En ja man, ik ben wel een beetje benieuwd. We hebben laatst cola gedronken in de waggie. Lekker man. Hoort er ook bij. En ja, weet je, we gaan naar de volgende plek toe. En ja, eerst moet ik eventjes onze sleutel ophalen. Die mag hem iets vertellen wat ik wel en niet moet doen. Daar heb ik een envelop mee. Tenminste, ik denk het. En daar heb ik mijn eerste tips al in ieder geval mee. En dat is het shit. Dus ja, laten we even die man afgaan, ja? Dus let's do that. Oké, en we zijn in ieder geval bijna. We zijn dus in ieder geval binnen het bos gegaan. En oh my god, het is lekker druk hier. Maar ja, dat is normaal. Hier is trouwens nog niet zo heel speciaal, maar ja, wat er gaat komen, ik hou mijn hart maar vast, want ja, je weet het maar nooit natuurlijk. En ik ben benieuwd, ik ben gewoon gespannen. Hoezo, moet ik weer een truc opblazen? Is het weer zover? Kunnen ze weer niet zelf oplossen? Ja, in ieder geval, laten we even naar binnen gaan, dus let's do that. Oké, we zijn dus aangekomen en ik moet hier mijn sleutels ophalen, dus laten we even kijken. Hey man, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat goed, sorry, ik was even niet aan het opletten. Maakt niet uit, maar ik heb een vraagje. Heb jij de sleutels van mij voor het gebouw waar ik het met jou over had? Ja. Maar het is één voorwaarde. Ten eerste krijg je van mij een envelop mee. Die envelop moet je spoedig mogelijk openen voor je daar gaat wonen. En ten tweede moet ik je even meegeven. Kijk altijd uit wie er vooraan, ja, bij je in de deur staat. Deze tip geef ik je mee uit de brief. Maar ja, kijk maar een beetje uit, zou ik zeggen. Dat is helemaal goed. Mag je sleutels? Ja hoor, je moet wel even een handtekening neerzetten. Dat kan via dit. Oké, pakken de pen. En ik zet een krabbeltje. Kijk, ik heb hem neergezet, meneer. Ja, ik zou zeggen, veel plezier. Ja, dankjewel. Ik ga nu naar huis toe. Hoe lang blijf je daar? 24 uur precies. Ik ben benieuwd of ik de leeftijd wegkom. Doe niet zo eng alsjeblieft. Grapje, je komt wel leeftijd weg. Oké, is goed. Nou ja, dankjewel. Geen probleem, jongen man. Ga maar lekker weg. Ja, ik ga ook weg. Maar goed. Dat betekent nog maar één ding. En dan zouden we door moeten naar het huis. Het huis die bevindt zich namelijk in het oosten. Of tenminste, ja, een beetje aan de oosthoek. Dus dat is hier zo. Hier moet ik hem even neerzetten. En laten we er nu meteen naartoe rijden. Ik ben wel echt heel benieuwd hoe het eruit gaat zien als ik daar bij het huis ben. Dus let's go. Oké, guys. Ja, ik zie hier al een trekker. Die is lekker aan het oogsten. Ja, dat is wel mooi, hè. Oosten, maar er gebeurt dan helemaal heel weinig. En ja, ik denk dat het hoogste tijd is om even onze auto hier neer te zetten. Want in dit huis bevindt het zich. Oh, het wordt echt spannend. Ik weet niet wat ik hiervan kan verwachten. Oei. Ik denk niet dat de eigenaar hier heel blij mee gaat zijn. Maar ja, dat ze beter moeten neerzetten, toch? Laten we lekker naar binnen gaan in dit freaking grote huis. Ik ben echt benieuwd, guys. Oh my freaking god. Dit gaat spannend worden. Dus ja, laten we even naar binnen komen. Oh, oké, guys. We zijn in ieder geval binnen het huis gekomen. En dat komt heel goed uit. Want zoals jullie weten, moeten we natuurlijk wel een en het ander eventjes gaan doen. Ik zoek even mijn huisgenoten op. Ik ben benieuwd waar ze eigenlijk allemaal zitten. Maar ja, hè. Voor mij ergens in de keuken of zo, toch? Of, oh mijn god, het huis is echt super groot. Ja, zo vaak kom ik hier dus helemaal niet. Dus ik moet even, ja, moet even uit gaan zoeken, hè. Hier ligt dus burgershot en alles. Hey, een mes. Kan heel goed voor pas komen. Oké, en even kijken hoor. Volgens mij moet ik daar zijn. Ja, hey. Ken het? Yo. Hey, Dali. Welkom in dit nieuwe huis. Dankjewel. Maar wat doe jij hier, Kermit? Nou ja, het is eigenlijk een lang verhaal. Maar ik woon hier dus ook. Het is een mooi huis, hè. Maar ik weet, het is misschien een beetje oud. Maar ja, daar doe je niet veel tegen. Nee, dat is waar. Maar ja, ik ben er nooit geweest. Of tenminste, één keer wel. Een paar keertje wel. Het was heel creepy. Ja, maar het schijnt ook zo te zijn dat het nou allemaal weg is gehaald. Ja, precies. Ik heb trouwens een envelop gehad. En die moest je even gaan lezen. Is dat dan verstandig om te doen? Niet lezen. Deze Dally, niet openmaken die envelop. Het zal volgens wel een valstrik zijn van de overheid. Oké. Kermit, zou je voor mij wat te drinken kunnen pakken? Hier liggen me wel lege flessen en alles. Maar als je eventjes dacht zou kunnen doen, zou ik heel chill vinden. Ja hoor, meneertje. Ik dacht wel eventjes van jou. Ik ben in ieder geval zo terug, Dally. Dus ik zie je zo meteen weer. En ja, ik hoop dat je... ja, geef me de tijd, ja? Komt goed. Oh ja, Dally, ga eventjes alvast naar boven toe. Slecht spullen neer. Ik heb je bed opgedekt. En tegen die tijd ben ik vast weer beneden. Oké, dus ik moet even naar boven toe. Eerste indruk. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Kermit is in ieder geval wel bij. Ik weet dat Kermit ook dit huis heeft gekocht, maar het zal wel. Ik vond het wel een beetje vaag doen. Hij zei dat ik de envelop niet mag openen. Is het wel verstandiger om dat niet te doen? Of zal het een valstrik zijn? Ik betwijfel het een beetje. Het is natuurlijk een oud spookhuis, dus ja, ik heb geen idee. En ja, als je zo kijkt, dan lijkt het echt op een spookhuis. Dus laten we eventjes onze spullen op bed gaan leggen. Ik weet trouwens niet waar mijn kamer is überhaupt. Ik moet even zoeken hoor. Is dat een van deze hoeken? Oké, dus ik moet even kijken. Waar is mijn slaapkamer? Hier zo, want ik zie daar wel op de kaart een bed. Ah, hier is dus mijn bed. Alright. Maar opgemaakt, is dat wat Kermit noemt opmaken van een bed? Een oud dingetje? Ja, in ieder geval lagen we even onze spullen neer en gaan we even alles uitpakken. Oh mijn god, wat een oud huis. Ik weet niet of dit heel leuk is voor de geesten.
Maar ja, hè, het is even niet anders. De deur dicht. Het is een mooi balkonnetje hebben wij ook. Laten we even naar het balkon gaan. Oké, dus dit is ons balkon. Nice. We hebben in ieder geval geen buren. Dus alles is lekker rustig. Een bed is hier zo. En wat hebben we hier? Dat is de andere kamer. Laten we even terug naar Kermit gaan. Ik ben benieuwd waar hij is. Dus ja, let's do that, man. Kermit. Yo, Kermit, heb je al drinken gevonden? Kermit, ben je al beneden of niet? Yo, Kermit. Hallo? Wat krijgen we nou? Kermit? Hallo? Lukt het? Zo hoor. Oké, dat klonk heel eng. Ben ik de enige? Oké, we gaan naar beneden toe. Oh my god. Oh, Kermit? Waar ben je? Kermit? Ben je hier ergens? Kermit? Yo, Kermit! Verstop je niet, laat je zien, dit is niet grappig. Oké, wat is dit dan allemaal? Dat is Matt? Ik weet, het is echt allemaal Matt. Oh my god. Kermit? Wat doe je daar zo? Kermit, gaat het goed? Laat me rust! Oh, oké. Hij doet een beetje eng. Maar Kermit is niet zo blij. Ja, dat zal wel eventjes, hè. Als Kermit niet blij is, dan moeten we maar beter mijn rust laten voordat hij straks aan gaat vallen. En ja, oké. Ik hoor de deurbel. We gaan even kijken, wie staat ervoor? Ja, ik moet wel oppassen, zei het hij, maar... Ja, kan er niet veel mis zijn. Of wel? Hallo? Oh, Trump? Hallo, Daddy. Mijn naam is Donald Trump. Hey, Donald. Kom verder, zou ik zeggen. Dankjewel, mijn majesteit. Ik ga eventjes zitten, ja? Komt helemaal goed. Oké, dus Trump? Oké, en... Oh, je zit er al gewoon. Damn it. Jij zit wel een beetje hoog. Zit je lekker zo? Ja, zo zit ik eigenlijk altijd. Ik weet het. Maar, Trump. Hoe gaat het eigenlijk met jou dan, zeg maar? Ja, mij gaat heel goed, Danny. Wat met jou eigenlijk? Ja, maar gaat ook lekker. Wat doe je hier eigenlijk? Ja, kom even de controle over. Alles waar ik wel goed gaat, hè. Ja, je hebt gelijk, hè. En, huh? Wat was dat? Oh, dat is niks bijzonders. Het is een oud huis. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat ik van moet denken. Maar ik ga toch wel even kijken in de kast. Ik zou dat maar niet doen als ik jou was. Oh, hoezo niet? Ja, dat is privé. Oké, we gaan even kijken. Laten we even gaan kijken. Even kijken hoor. Wat was dat dan? Ik heb geen idee. Het zal wel niks erg zijn. Trump? Waar is Trump dan? Hallo? Oké, dat is heel raar. Kermit, dan is hij heel raar, nee? Trump? Ik heb echt geen idee wat ik hiervan moet denken, maar oké. Ja, dat is. My godness, dit is super eng. En, huh? De deurbel gaat, maar wie zal het dan zijn? Kan ik dat niet zien? Ja, maakt niet uit. Oké. Maar nou gaat hij aan de andere... Au. Dat is niet de bedoeling. Maar nu gaat de deurbel dus aan de andere kant. Hallo? Wie staat daar? Huh? Wie staat dan? Die heb ik nog niet eerder gezien hier. Hallo? Hallo? Wie ben jij? Hey, ik ben Obama. Obama? Hey, hoe gaat het met jou, makker hier zo? Ja, maar gaat goed. Hoe gaat het met jou? Ja, lekker. Ik zou zeggen, kom verder, Obama. Ga ik zeker doen. Zo, Obama is dus ook binnen. Wie is de volgende president? Wie komt? Mark Rutte? Geert Wilders? Wie nog meer? Oké, Obama zit nu al. Jezus, hoe snel is iedereen? Hoe kan dat allemaal, joh? Hey, Obama, het wordt al een beetje avond, maar lust je wat te drinken? Nee, dank je. Ik vind het heel lief dat je het vraagt, maar ik neem dat niet zomaar aan voor vrede, mensen. Snap je? Heeft een bepaalde redenen. Ja, oké, dat begrijp ik. Heel goed, maar ja, wow. Oké, sorry Obama, ik wou je niet hitten. Dat vind ik nou niet erg bepaald leuk, Daddy. Sorry Obama, nogmaals, echt sorry. Ik wou je niet raken, nogmaals. Oké, als jij dat kan waarmaken, dan vind ik dat helemaal goed. Maar wat doe je eigenlijk in dit huis? Ja, ik doe overnachten, hè. Oké, ik hoor mijn naam. Ja, er is niks aan de hand, jongen. Dat huis is toch oud, wat ik al zei. Maar ja, dan maak je maar geen zorgen. Oké, ik hoor mijn naam, ik kan nu kijken. Het komt heel raar uit. Waar komt mijn naam vandaan? Ik kom van boven, lijkt het wel. Nou, laten we even gaan kijken waar mijn naam ook vandaan komt. Oké. Gek. Waar komt dat vandaan? Ik heb geen idee. Hallo? Oké, dan komt het wel heel dichtbij dat geluid. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Heel gek. Oké, we gaan weer naar beneden toe. Nou ja, ik vind het heel gek, weet je. Maar ja, ik weet ook niet wat ik hiervan moet denken eigenlijk. Om heel eerlijk te zijn. Maar goed, laten we even terug naar de woonkamer gaan, toch? En Obama? Hé, waar is Obama gebleven? Het lichtje gaat hier aan. Maar ja, oh, ik denk dat ik moet gaan slapen. Want ik word hier een beetje akelig van. Ik weet niet, ik voel gewoon een hele rare energie hier zo. Maar laten we gewoon lekker naar bed gaan. En ik zou zeggen, laten we gaan slapen. Let's do that, guys. Oh, I'm a little bit tired, you know? Oké, laten we naar de badkamer gaan. En dat is een douche, een hele oude. Nou, dat zal wel niet heel bijzonder zijn. Laten we gewoon lekker gaan pitten, guys. Dus ik zou zeggen, wel freaking trusten. Oh, good morning. Hallo, wie ben jij? Wat? Wie ben jij? Wat gebeurt hier nou? Hey! Oh my god! Hey! Oh my god! Ah! Oh my god! Oh! Yo! What the hell? Hey!
Bro, oh my god. Wow, wat is er met het huis aan de hand? Nee man, oké, dit is super, super eng. Ik zweer het. Oh my god, kan ik hier niet ontsnappen? Huh, wat gebeurt hier? Hey, yo! Auw! Hey! You define everything that's wrong. Bro! Oké, ik ben hier niet de enige. Oké, ik ben hier echt serieus als de dood voor. Oh my god. Kermit, ik moet hem even waarschuwen. Kermit! Of hebben ze ook iets mee te maken? Ik vertrouw het niet! Maar sowieso alleen die twee presidenten hier. Oh my god. Huh? Ik dacht dat ik wat zag. Hallo? Kermit? Kermit? Huh? Kermit! Yo! Er zaten twee van die monsters hier. Ja, Dally, hou maar eens even je mond. Er is niks van waar. Hoezo niet? Nou, hoe ik het zeg. Oh ja, is dat zo? En huh? Wie is dat? Yo, hoe de hell is dat? Kermit. Broer. Je zit toch geen grapjes met mij te halen? Ik heb geen idee. En huh? Ik dacht dat ik wat hoorde. Is dat zo? Hey! Kermit! Bro! Yo, wat de hel doe jij? Broer! Hè? Ga je schieten? Dacht het niet, vriend? Zo! Kermit! What the hell? Wat heeft hij er iets mee te maken of zo? Ik vind het super eng, ik zweer het je. Oh, ik ga even zitten, man. Ik vertrouw er helemaal niks van. Oké, wie is de volgende? Yo! Wow! Wie ben jij? Hey! Gast! Oh! Wie is dit? Yo! Oh, what the hell? Oké, ik vind het niet leuk met dit. Zijn er nog meer monsters? Ik heb geen idee, guys. Wie ben jij? Auw! Zo! Oh my god! Wie ben jij? Hey, blijf uit de buurt! Hoe kan er niet geraakt worden? Oh, mijn wapen is niet van sterk genoeg om iemand dood te maken. What the hell? Wie komt er nog meer? Oké, wie is de volgende? Nee hè? Oh, shit. Oké, blijf uit de buurt. Yo. Oh, my god. Ah! Oh, bro! Je laat me schrikken. Oh. Je gaat me niet aanvallen. Auw! Oh, my god! Oh, deze doet zich. Oh, shit. Oh, dat is niet de bedoeling. Oké, guys, ik ben weer terug in huis. Oh, ik dacht het niet, vriend. Oh my god, hij had een boksbeugel vast. Die zijn zo sterk. Dat is het hele probleem. Oké, is er nog iemand in het huis? Damn it. Oh, ik weet niet wie dit is. Wie is dit allemaal dan? SCP's? Man, ik heb heel veel SCP's hier doodgemaakt. Dus dit is het huis gewoon van SCP. En die andere dingen zijn zeker een illusie, of niet? Wat is het? Oh my god. En wat? Twee ministers? Oh my god, wat willen die gaan doen dan? Shit, ik vertrouw die niet. Ik ben een beetje bang, ik zweer het je. Ik durf hier niet eens te komen. Oh my god. En huh? Hey. Ik dacht dan niet, vriend. Shit. Oh my god. Oké, we moeten nu wegwezen hier meteen. Nu. Oké, laten we de auto... Wat? Nee. Shit. De auto staat hier gewoon in brand. Wat moeten we doen? Moet ik of gewoon wel hier blijven slapen of niet? Of zullen we het hele huis gewoon lekker opblazen? Misschien is dat een veel beter idee. Ik weet niet of ik het ook kan laten afvikken hier zo. Oh. Tijd om het hele huis in de hens te steken. Ik zweer het. Dit huis gaan we niet meer in. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, welke grapjas. Maar, oh mijn god, ja, ik kan hier gewoon niet meer naar binnen. Zo, laat even alles in de hens steken hier. Even het dak ook. Zo, als hij nou niet genoeg fikt. Damn it. En dit mocht ook wel eens tijd worden. Dit huis moet gewoon lekker wegfikken. Oh, en laten we ook even een hele boer opblazen, want ja, wat hebben we dit huis om te zoeken? Zo. Alles opblazen. Alles. Of waar zouden we er heel moeilijk over doen? We kunnen ook een paar sticky bombs plaatsen hier, hè? En laten het hele huis hier opblazen. Oké, we hebben in ieder geval de hele benedenverdieping hier van zo wat gehad. Tenminste, zo goed als. En nu gaan we even naar boven toe. En ook even misschien hier zo een paar. Oké, van deze kant van het hele huis. Hier, oh. Even een paar boven nog. Dan hebben ze wel gehad zo. Oké, guys. Er is maar één ding op. En dat is motherfucking showtime. Zo. Ik had niet beter gekund. Alles opgeblazen het huis. Ik ben benieuwd. Wat is er van overgebleven? Nou, nog heel veel. Maar ja, het is in ieder geval wat minder geworden. Hè? Tot hoever hebben we dit allemaal opgeblazen hier? Alles. Die lampen zijn kapot. En dit ook. En in het begin wat lichter worden. Dat betekent dat de 24 uur bijna om is. En ja, ik weet niet waarom ik hier in de val gelokt ben. Maar laat eventjes, ja, ik
weet het niet. Maar de helft van de deuren ligt in ieder geval uit. Dus dat komt heel goed uit. Zie je ze? Ik dacht dat het allemaal opgeblazen was, maar helaas. Maar de rest zit allemaal lekker onder smog. Zo, het begint daglicht te worden, dus laten we naar die man gaan. U zit er, 24 uur zit ze wat op. Oké, guys, we zijn hier voor aangekomen. En het is een beetje flikkerig. Ik weet ook niet waarom, maar... Wow. Damn it. Dat gaat niet lekker. Maar het is wat later op de dag en we gaan naar binnen toe. En... Yo. Ik weet niet wat dat is, maar hoezo werd ik ineens aangevallen? Heb je überhaupt al die handleiding gelezen? Nee, ik had hem niet geopend. Ik mocht hem niet openmaken. Ik zei Kermit de Kikker. Kermit de Kikker? Hoe komt u überhaupt naar binnen? Ja, geen idee. Oh, waarschijnlijk een van die nepdemonen. Ze had nooit naar haar moeten luisteren, had op mij moeten luisteren. Weet je wat is? Dat is geen echte Kermit de Kikker. Dat is zijn vriend niet. Dat is een illusie. Dat was een SCP. Serieus? En zeker was Donald Trump en Obama ook gekomen. Ja, inderdaad. Daddy, denk eens logisch na. Dat kan niet. Je kan geen Trump hier krijgen. Je kan geen Donald. Nee, dat kan niet. Maar dat was allemaal illusie. Dus. Juist, het waren gewoon SCP's. En die begonnen heel hard op jou te schieten. Dat zijn geen echte Donald Trump. Oké. Maar was dat het einde van je video? Ja, inderdaad. 24 uur zit erop. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mensen liken, abonneren, reageren. Ik zie je later terug bij een nieuwe video. 3000 likes. Adios.